Zo heb je naast de Felix ook nog deze Go Sharing scooters. En daar komen straks dan Check en Fly nog bij. Deze Felix scooters zijn niet meer weg te denken uit onze stad. Vorig jaar startte de pilot en die is zo succesvol gebleken dat er nu nog meer scooteraanbieders bijkomen. 4 stuks in totaal, goed voor 2000 scooters. Zo heb je naast de Felix ook nog deze Go Sharing scooters en daar komen straks dan Check en Fly nog bij. En elk van die aanbieders zal 500 deelscooters gaan aanbieden. Felix die heeft er al 500, Go Sharing heeft er op dit moment 350, maar verhoogt dat naar 500. Check zal binnen enkele maanden 500 lanceren en Fly komt dan tegen de jaarwisseling met 250 scooters en zal dat later weer verhogen naar 500. En zo komt onze stad dus behoorlijk vol met scooters, maar dat kan ook voor overlast gaan zorgen. Op zich zijn wij best wel voorstander van deelconcepten. Deel fietsen, deel scooters, deel auto's. Dat zou goed kunnen helpen. Maar we maken ons wel een beetje zorgen over de hoeveelheid. De drukte, scootertjes die overal en nergens geparkeerd staan. Wellicht ook nog wel het rijgedrag van sommige huurders. En Jeroen is niet de enige die daarmee zit. Online regent het klachten over de scooters. Dit lijkt mee te vallen, maar zoals je ziet staan die dingen wel gewoon helemaal op de stoep. En de stoep wordt geblokkeerd. Nou kunnen op dit plekje misschien mensen nog wel langs. Maar dat is nou net niet de bedoeling, denk ik. Want er zijn ook mensen met rollators, met rolstoelen, kinderwagens. Ja, die kunnen er eigenlijk niet meer langs. De scooter goed parkeren is dus een must. Maar welke scooter kun je überhaupt het beste meenemen? Tijd voor de kleine test. Ik heb een kort rondje gedaan op beide scooters om de prijzen te vergelijken. En daaruit blijkt dat je voor 10 minuten voor de Felix €3 betaalt en voor GoSharing €2,90. Klein verschil. Dus per minuut 49 cent, GoSharing 30 cent per minuut bij Felix. De Check die is nog niet in Den Haag, maar daar ga je 25 cent voor betalen per minuut. Met wel een instaptarief van €1. Dus dan zou je met 10 minuten €3,50 kwijt zijn. Dus GoSharing is op dit moment het goedkoopste, maar de verschillen zijn minimaal. Verder rijden de scooters allemaal 25 km per uur max, tenzij je de snellere Felix scooter hebt. Die rijdt 45 km per uur, moet je wel een helmpje op. Dus eigenlijk is er niet zoveel verschil. Dus ik zou zeggen, vooral veel plezier, geniet ervan. Ik ga nog een rondje maken.